bouffé. En je bouffé. Dan moet ik nog een band eronder zetten met eeuw in haar geluid dat ze aan het spinnen was. Goedemiddag lieve vrienden. Ja, ik ben wat laat, maar dat kan de pret allemaal niet drukken. Het is vandaag dinsdag 3 oktober alweer. November. Sorry. Even weer de kluts kwijt. Moet kunnen. En we leven 8 minuten over 2. Nou ja, zo laat is het ook weer niet, maar het doet er niet toe. Sorry. Welkom bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenbol. Wat we vandaag gaan doen, nou, we beginnen sowieso Rijka weer uit te laten. En ik krijg, zover ik weet, bezoek van Sandra Urban, die bij Cirlo werkt. Ja. En ja, ik moet weer renderen en ik moet weer filmpjes inmappen doen. Ja, het houdt niet op, hè. Nee, dat werk blijft iedereen, denk ik, wel behouden die... voor een ander aan het vloggen is. Ja, je moet het toch weer keurig netjes in mappen weten te doen, et cetera. Maar ja, dat komt wel goed, ja. Dus, we gaan er gewoon door en het waait als een raket. Vannacht al, ik moest mijn rollator had ik houden en keren mee. Maar ja, we komen er wel doorheen hoor. Ja, want ik heb gewoon weer een best blok gelopen vannacht. Ja. Hé? Jo. Dus een heel blok om, want het is niet koud. Nee, het is echt niet koud. Je moet je wel goed aankleden vanwege de wind. Nou ja, die kleed je anders uit. Dus ja, je moet wel dik. Ja. Maar echt koud is het niet, want ik loop nog steeds zonder handschoenen, hè. Nou, dat is wel anders geweest om deze tijd van het jaar. Maar voordat het gaat regenen, ga ik eruit, want we krijgen regen. Nou, en ik doe nou niet zo'n lange blok, want omdat Sandra ook zal komen, dus ja, dan kan ik ook niet al te lang wegblijven. Meneertje Kanhoff, die is net weer binnen, die was buiten, maar die is weer net binnen. Dus ja, we gaan gewoon lekker door en we zien wel hoe het ruilt de zeil vandaag. Ja toch? Rijker die jankt al, maar die is ook met zichzelf bezig. Zelfverzorging heet dat. En komt vanzelf wel goed, zou ik zo zeggen. Ja toch? En ja, wat er vanavond weer medegedeeld zal worden door de heer Rutte en door de rest daar in Den Haag. Via de televisie. Ik zou het niet weten hoor. Nee. Maar ze zijn gewoon niet goedwies. Nee. Laten leven en doen leven. Ja. Gewoon je leven voortzetten. En wat hun zeggen, ze bekijken het maar. Oké, anderhalve meter uit elkaar. Vind ik prima. Vooral met degene die ik niet ken. Ja, doei. Nou, doei. Ja, geluk. Gewoon gezellig, iedereen gedacht zeggen, even een glimlach. Nou ja, dat doet ook weer wonderen, maar er kan anderhalve meter tussen zitten. En je eigen gezin en je eigen familie, dat vind ik absurd. Dat doet normaal, want dat doet hij zelf ook niet, hè? Hij houdt zichzelf ook niet allemaal aan de regels, hoor. Dat hele zootje daar niet, nee. Maar oké, ik moet hier uitkijken, want er loopt een staart onder mijn stoel langs. Dus ik kan niet eens niet wegrijden. Maar wat ik wel kan doen, dat is jullie een verder een fijne dag toewensen. Doe het met een lach naar iedereen en dan komt het allemaal goed. En hou vol goede moed en we zien elkaar later gewoon weer. Ja toch? Ze zeggen tot dan. Doei! En toen was het droetje donker, zou je haast denken, het wordt avond. Maar nee, nee. Zo spoelt het. Het werd ineens zo hard donker. Gelukkig ben ik al uit geweest met Rijka. Maar ja, ik heb ook een WhatsApp-appje gekregen van onze Sandra. En kijk eens hoe het een keer gaat. En we doen nog even die windvlagen nou.
Ben je er niet op gerekend, of hoe noem je dat? Dan reken je er even niet op en dan hoeps, was het die weer. Ja, waar en boos. Wat jou, hè? Ja. Nee, maar Sandra die heeft weer vergadering. Ja, ze zit niet in de vergadering zelf, maar ze heeft toch vergadering. Ja, je mag met dit gedoe natuurlijk niet bij elkaar allemaal zitten. Dus ze zit gewoon thuis, tevens op te passen op haar kleinkind. En vergadering. Per beeldtelefoon. Ja. Tegenwoordig kan dat allemaal, maar... Ja, hè, Rijka? Wat moet je nou? Je pet staat weer scheef. Zo. Boe. Je boe, 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 boe. Ho, 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 ho. Boefke, hè? Ja, je bent een boefie. Je staat vijf te hoog. Hé, hey. Oude klauteraarster. Dat is een camera. Ja, dat is een camera, zeg. Jo. Boefie. En ze boefie. Je bent een mal hondje. Je bent een mal hondje. Hé. Hey. Ja, je bent een mal hondje. Jo. Je bent een mal hondje. Je bent een mal hondje. Ja, je bent een mal hondje. Hé, hey, hallo. Oh, je bent een mal hondje, jij. Maar oké, lieve vrienden, het is inderdaad lekker donker. Maar maakt niet uit, ik ga lekker van mijn koffie genieten en ik zou zeggen... Geniet ook van wat jullie hebben en we spreken elkaar later. Doei. Ja, lieve vrienden, het is alweer 12 minuten over 5 en ik ben net weer binnen. Nee, niet met Rijka. Ik heb weer een tas vol met boodschappen gehaald en ik vond een scharenzet. 1, 2, 3, 4. Oké. Ja. PCS Multiperco. Weet ik veel. Heel moeilijke woorden staan er allemaal op. Maar kijk. En dat mag voor €1,94. Ja, nou, daar ben ik blij mee. Want ik zocht zo'n klein schaartje. Ik heb nou een schaar die ik nog gekocht heb. Op mijn moeder, weet ik veel. Dat ik wel op de huisartsschool zat en die ligt nou in mijn keukenlaan. Nou, dat vind ik een beetje zonde, weet je. Dat is deze. Nou, dat vind ik zonde. En dan heb ik een heel mooi kleintje. Dan kan ik die weer in mijn iBox opruimen. Ik heb er meer hoor, daar niet van. Maar het gaat me toch een beetje aan het hart omdat je die toch nog voor je moeder hebt gehad, hè. Ja. Dan moet ik toch die nog weer gebruiken. Want dan krijg je dat plakbandje niet los. Kom op, niet zo eigenwijs. Zo, wat moet jij, dame? Oh, ben je ook niet nieuwsgierig, hé? Je bent ook niet nieuwsgierig. Mal meisje. Ja, het is aardedonker zo wat. Kom, man. Zo. Nou, moet ik een kleintje hebben. Een mooi kleintje. Ja, super. Ik ga hem gelijk in mijn la doen. Vind ik handig. En ik heb nog een maatje groter. Dat is die. Maar ik vind dat wel super. Ja. Heel goed. Ik moest zo'n schaartje hebben. Nou, bij een andere winkel kost zo'n schaartje al over de €2.
Maar dan moet je ze ook nog weten te vinden, zulke kleintjes. En die kon ik niet vinden. En dan heb ik een hele schaar gezet voor 1, wat zei ik? Dat ga je niet kwijt. 1,94. Nou, je betaalt anders zo'n beetje 2, 3 euro voor zo'n schaartje. Dus nou heb je een hele set voor zo weinig geld. Dus wie doet je wat? Ja, top. En jij moet aanroepen. Zo. Ja, nou en dan... Het is nooit weg om een extra schaar te hebben. Ja, ik ruim deze gewoon al van het scharen. Maar mocht er eens een keer een schaar kapot gaan, dan ben je toch reserver. Ja. Simpel. Dan moet ik wel even zien hoe dat moet naar buiten. Dat moet ook even naar buiten. Dan kan ik zo dat er weer inschuiven. Klaar. Dat weer naar binnen. Dat weer naar binnen. Zo. Klaar. En dan kan die weer in mijn naaidoos. Nou, die kast moet toch binnenkort leeg, want ik heb de kist weer nodig. Want daar moet de kerstboom weer op staan. Oh, wat is het dan? Oh, wat is het dan? Oh, mijn dammetje aandachtvraagster. Hé? Nou, wat verdikkie. Daar zitten we dan. Hé? Jo. Hé, daar zitten we dan. Oh, goeie dikke doos. Och, ja. Hé? Een vrouwtje is nog niet klaar met de... vlog, want ik heb één baan met geluid eronder me. Dat moet ik nog afstellen, dat geluid. Dan moet ik nog een band eronder zetten met eeuw in haar geluid, dat ze aan het spinnen was. Of vrouwtje haar schoot. Dat moet ik er nog bij zetten. Ja. Ja, want dit gaat allemaal over eeuw in. Ja. Wat ga je nou doen? Wat wil je gaan doen? Dat moet mijn moeite. Zo. Rijka. Hallo. Boefke. Hé? Ze is een boefie. Jo. Nou, weer op de grond. Zo. En ik ga verder even de boel opruimen. Ik heb één zak zoe mee. Kaasknabbels, ik noem het altijd macaroni. Macaroni chip, kaas maar. En een gewone zak met chip. Lekker. En ik heb maar eens een keer weer wat koekjes mee. Ja, die zijn lekker. En ik heb eieren mee. Want ik wil wel door de spinazie, als ik spinazie eet, eitje erdoor. En ik heb wat voor. Kandof. En ik heb wat voor. Rijka. Even een rijtje er tussendoor, ja. Dus het komt vanavond wel goed. En dan heb ik nog wat. Wat is dat? Oh, wat lekker! Wat is dat? Ja, maar dat krijg je nou niet, want je hebt nog andere troep genoeg. Ja, dit krijg je nu niet. Zak hondenkluifjes, als we wat goed gedaan. Ja. Gewoon. Maar ja, dat krijg ze nou nog niet, want ik heb genoeg andere spullen nog. Dus dat gaat voor, dat is gewoon weer vervanging. En vrouwtje, heb nog wat voor jou? 3 maal hetzelfde, want je lust niet anders. Nee, je lust die kip niet, want er zit wat anders doorheen, wat weet ik niet, maar dat moet je niet. Je wilt alleen naar deze. Nou ja, dan krijg je toch alleen naar deze. Ja. Simpel, dan gaat de vriezer in. Ja. En dan heb ik even de kleuren. Bacon. Nou, dat is jaren geleden dat ik dat heb gehad. Ik denk, nou, dat mag wel weer eens een keer in de krant. Dan heb ik een zak met oma haar friet, Vlaamse friet. Nou, en ik wil zo meteen een katje. Dan heb ik een bounty.
Dan heb ik 4 potjes met groenten, 2 potjes met worteltjes, bietjes, witte bonen tomatensaus en spersiebonen. En ik heb een wijntje meegenomen. Ja, dat is deze. Nou, moet allemaal toch kunnen? Ja. Ja, en dan gaan we de boel dus lekker opruimen. En dan ga ik koffie maken en ik ga verder met renderen, want anders komt het niet klaar. Het moet wel klaar komen vandaag nog, want het moet ook nog naar hier gebracht worden. Ja. Plaatjes maken hoef ik niet, want die heb ik al klaar voor op Facebook. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie namiddag. Ja, ik kan nog net zeggen. Smakelijk eten, bon appetit. En voor vanavond een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. Ik kwam trouwens ook nog Sandra tegen. Die weet ook niet of ze vanavond komt, want er zijn problemen op het hoekje bij Steunpunt. Kan ik niks aan doen? Nee, ik zeg nou, je bekijkt het maar, schat. Ik zeg, maakt mij niet uit hoor. Ze zit aan ons, kom ik donderdagavond wel even mee. Ik zeg, dat is ook goed. Ik zeg, maakt mij niet uit. Ik ben toch thuis. Tenminste, ze weet hoe laat ik met Rijka uitga, dus daar houdt zij rekening mee. Dat haar mannelijke collega dat niet doet, daar kan ik niks aan doen. Ja, en dan komt hij aan een gesloten deur. Maar hij had mij gemeld dat hij ziek was, hè? Vorige week. Hij was wel op Steunpunt. Wat, ben je er ziek? Nou, ik dacht dat als je ziek bent, dat het iets langer zou duren, ja. Maar kennelijk niet. Maar oké, lieve vrienden, ik ga opschieten. Ze zeggen dus nogmaals een fijne, liefdevolle avond gewenst. Verlaten wel rusten. Morgen gezond weer op. En tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Doei!